Hoi, ik ben Agnes Bakker van IVN en we zijn hier vandaag bij BSO De Buitenboel. En we gaan een beetje ons kruipen in de huid van een kunstenaar vandaag. En daarvoor heb ik een schilderijlijstje meegenomen. Zo kun je een klein stukje vangen van de omgeving. En dan ga je eens op zoek naar jouw mooiste stukje. Want dat is dan jouw zelfgemaakte kunstwerk van deze buitenruimte in jullie eigen BSO-tuin. Het balkon alleen zie ik, klopt dat? Wat leuk. Jij hebt denk ik de klimboom er een beetje in gevangen. Dat ik heel veel van bomen hou. Oh, nou, dat is een goed idee. Zou je je schilderij ook een naam kunnen geven? Ik noem mijn eigen naam. Ja? Jorik. Oh, dat is ook goed. Jorik. Dit is het Jorik schilderij. Ja? Ik moet me wel voorstellen, wat vind jij er zo mooi aan? Kijk maar eens door zijn lijstje. Net hebben we met een lijstje een stukje van de natuur gevangen. Maar dat is natuurlijk een momentopname. Nu gaan we een natuurschilderijtje maken. Nee. En daarvoor heb ik papier en daar zit dubbelzijdig tape op geplakt. En dan kan je straks dat... Het is nu wel heel koud, dus we moeten even met jullie een beetje helpen, denk ik. Dit is straks aftrekken. En dan heb je dus een soort lijm. En wat je dan gaat doen, is dat je... Op de grond, dus we gaan niet ergens dingen aftrekken, want er zaten ook nog een paar hele mooie bloemetjes. Dat is wel een beetje jammer om die te plukken. Dus vooral de materialen die los liggen, dus zand, blaadjes, takjes, die kun je hier dan opplakken en dan maak je een natuurschilderij. En we gaan nu de laatste opdracht doen. Nee. Want het leek mij leuk om nog met elkaar even af te sluiten. En dan gaan we eigenlijk hier een heel groot natuurschilderij maken. En dan gaan we eerst takjes zoeken en takken. Er liggen daarvoor ook wat losse grote takken, zag ik. Dan kunnen we een grote lijst maken eromheen. En dan gaan we allemaal mooie dingetjes verzamelen voor erin. En die leggen we daar dan neer. En dan hebben we met elkaar één groot natuurschilderij gemaakt. Wat er gewoon kan blijven liggen. Oké, kom maar hier. Maken we de lijst. Wil jij helpen met het maken van de lijst? Geef het maar een plekje. En dan gaan we hem helemaal opvullen. Ja, super. Misschien kun je er bij de andere dennenappels leggen. Of juist ergens anders. Nou, we hebben dus vandaag allemaal dingen gedaan die eigenlijk door de ogen van een kunstenaar hebben we gekeken. Hè? Naar je omgeving om je heen. Net zoals die grote kunstschilders ook deden. En die kwamen naar Drenthe en die keken naar Drenthe en dachten, oh, wat is het hier mooi, dat wil ik vastleggen. En nou ja, dit kan je natuurlijk heel makkelijk ook gewoon thuis doen of in het bos. En je kan mooie schilderijen maken voor binnen met spullen uit de natuur. En je kunt je dus flink laten inspireren door de natuur om tot mooie kunstwerken te komen. Nou, super dat jullie dit vandaag met ons hebben gedaan.